Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een Frisky tierlist maken. Maar vergeet mij zeker niet eventjes als vriend te adden op NameMC, dat is best wel bekend. En nou, laten we gaan naar de tierlist. Dit is de tierlist. Ik wil wel natuurlijk eerst eventjes een shout-out geven naar Loïc. Voor de inspiratie voor deze video. Zijn video staat in de beschrijving, dus vergeet die ook zeker niet even te checken. Ik ga mijn mening geven over al deze PvP'ers, dus best wel known UGF players. En laten we maar beginnen. Allereerst hebben wij de Plaggebek, No Effort member, erg bekend van RKD ook. En ik vind hem wel in de B-klasse. Dus hij is best wel goed. Dan hebben we ook nog Jal. Ook een no-effort member. Ik vind hem wel in de A-klasse passen. Dan hebben we Loïc. Die vind ik ook in de A-klasse passen. Die zit, als het goed is, in Hydra, deze map. Ifeek vind ik ook best wel in de B-klasse zitten. Hebben we Freezies. Dat is, als het goed is, X-Split. Van NLG. Hem vind ik even denken. Ik vind hem C-klasse. Dus hij is ook best wel goed. D, dat vind ik dus ook echt. Ja, dat vind ik niet goed. C vind ik decent en B vind ik al goed. A is voor mij echt al best goed. En C, ik bedoel, S is gewoon tering goed. En Lion vind ik in de A-klasse. Best wel hoog. Komen we aan bij Fior. Fior. Vind ik ook in de A-klasse. Is leider van Amsterdam. Repatched. Ja, die vind ik in de C-klasse vallen. Die is ook een member van Amsterdam. Luani vind ik in de A-klasse. Is trouwens captain, ook YouTuber op Frisky. E-sporter is ook in Amsterdam. En dat wordt denk ik mijn eerste S-klasse. Hij is gewoon insane in de game, echt niet normaal. Die guy die tost mij echt ziek hard. Ja, hij is echt ziek goed. Hebben we Kira mee. Die vind ik in de B-klasse best wel goed. Dit is Kumpy. Ik twijfel tussen C of B. Skump B, a.k.a. UTH. Ik vind hem B-klasse. Dan hebben we 0OC. Ik vind hem S-klasse. Hij heeft ook de beste Frisky Tournament gewonnen die ik heb georganiseerd. En hij is echt gewoon ziek goed. Presco. Vind ik C-klasse. B.I. Qua lead vind ik hem echt ziek goed. Maar in PvP, en dit is UGF. Dus dit is vooral qua PvP. Vind ik hem denk ik C-klasse. Optimaal vind ik is leader no effort. Oh, hier blijven. Die vind ik A-klasse. Hele goede leader vind ik hem. Klo F vind ik B-klasse. Best wel goede PvP'er. Milan. Ik heb goed nadenken. Milan vind ik. Ik weet niet welke faction hij nu zit. Ik heb echt geen idee. Ik vind hem C, B. Tussenin. Ik kies toch voor de C. Heiko. Vind ik B-klasse. IU. Vind ik A-klasse. Samly. Samly. Even denken. Samly valt wel best wel hoog. Ik denk A-klasse. Oakley. Oakley vind ik B-klasse. Arvey vind ik ook in de B-klasse. No Effort is goed vertegenwoordigd hier. Bonka.
Wonka vind ik in de C-klasse. Hij is wel, best wel decent. Not Band Anymore. Ja, ik weet die Maurice heet. Ik spreek hem eigenlijk niet zo vaak. Eigenlijk bijna nooit. Maar als ik hem zo zie, vind ik hem wel in de C-klasse passen. Mezelf. Ik zet mezelf gewoon in het midden. Niet goed. Niet slecht. Polion. Of Polion. Vind ik in de C-klasse. Mambi is leader. Maniac. Ja, wat gaan we hiermee doen? Hij is wel heel toxic richting mij, vind ik, jongens. Ik denk als hij deze video kijkt, vertel even waarom. Ik vind het een beetje apart. Maar qua PvP-wise, moet ik natuurlijk wel naar kijken. Vind ik jou best oké. Okay. Jitterfinger. Ja. Sorry. Ik denk dat iedereen die boven jou staat jou beat. Bronx. Ja, ook sorry. Riof. Ja, ook sorry. Ik denk dat iedereen jou wel beat die hier boven staat. Zeg ik heel zachtjes. Want ik... ja, ik denk het wel. Zarty. Vind ik in de C-klasse. Nu zit hij wel boven. Dit is Finnick. Die vind ik wel B-klasse waardig. Die is goed. Lawyer Bad. Ja, het spijt me zeer, man. Maar het is toch D-klasse. Zeem. Die vind ik C-klasse. Die vind ik niet in de D passen. Riser ook niet. Ik vind hem ook nog best goed. Gino is D-klasse. Grey Goose vind ik A-klasse. Virtium vind ik D. Ike of Fuse vind ik C. Ik vind hem heel erg minder geworden. Ik vond hem vroeger erg fucking goed, maar nu is hij, ik weet niet, is niet zo heel goed momenteel. Zayn vind ik ook in de C-klasse. Infeest. Ik heb een dikke T van mij. Nee, grapje. Nee, C. Stabbed. Stabbed. Ook een C. Fozzy. Ik denk... Je zit tussenin, man, maar ik ga toch voor de C. Wurmpy. Ja, sorry Wurmpy. Toch op D. Guido van Amsterdam, als ik het goed heb. Ik ken die jongen niet zo goed. Maar toen ik met hem in call zat, deed hij best wel slim. Dus ik zet hem in de B. Seedorf. Vind ik ook een B. Gibbon vind ik een A. Dekon. Ja, ik kan er niet zo goed over oordelen. Ik ken hem niet zo goed. Ik ken zijn iGem wel. Ik zet hem in de C. Maxi. Of is Maxi is dit? Ja, is Maxi. die zet ik in de B. Uitslapen ook een B. Infecta X. Die vind ik een D. Want hij is gepent. Dredje vind ik een B. Oh nee, dit is Riof. Riof was... was D. Dredje vind ik een B. Merfijn. Even denken. Merfijn is een... B. Morna is... Even denken. Morna. Morna is ook een B. Steinley is een A. Fucking goed. Fedion vind ik een D. Vera, jij, je PvP kunsten zijn
minder. Die van Emmetje ook. Justina. Ja. Ik hoor dat je auto klikt. Maar daar ga ik ook vanuit. Ja, Remy. B. Jelmer. Jelmer ga ik voor de... Ah, hij is best wel goed. Our boy. B. GG Matt. A, hij is beter dan mij. En ja, hij is best wel goed. Hij is echt wel A-waardig. Tijn Janssens, Ramboos, Troll. Gappel. Is beter dan de D. Dus dit is momenteel wat ik heb. Dus ik nog even goed zou moeten kijken om mensen naar de S-tier te kunnen zetten. Aangezien het daar nog vrij leeg is, dan zou het denk ik zijn. Even denken. Dus aanpassing. Als ik iemand van de A-klasse er neer zou moeten zetten, dan is het wel... Ik denk... IU of Stijn Lee. Ik denk toch IU. Ja, heb je nog meer? Voor de rest niet echt. Ik vind het best wel goed in de A-klasse passen. Als ik iemand van de B-klasse er naartoe moet zetten, dan is het denk ik... maar fijn. Oakley. En voor de rest vind ik het best wel... Nou, als ik iemand naar beneden moet zetten... Ja, niet echt. Ja, ik zou Beehive denk ik nog naar B toe zetten. Voor de rest vind ik het wel zo mooi. Dus laat even weten in de comments wat je hiervan vindt. Laat ook weten... ja, als we heel veel likes halen, heel veel views en zo... Dan ga ik een part 2 maken met ook wat nieuwe mensen. Maar ook dezelfde misschien. En ja, laat ook misschien jouw... IGN achter, of ja, of ik jou waarschijnlijk gewoon ken, dan kan ik jou ook toevoegen hierin. En nog dikke shout-out naar Loic, zo heb ik hem ingevuld. Zijn video staat in de beschrijving. Abonneer als je nieuw bent, like deze video, join mijn Discord, staat de link in de beschrijving. Als je mij wil contacten, ja, tot de volgende video. Peace out.